Etme pa. Zal ik ook geslaagd worden? And everyone that's watching, I want to tell you that Jesus Christ came on this earth to die for our sins. He came to replace the Lord. Jesus loves you, man. God came, John 3:16. God loved this world. He loves you. He loves everyone. Have a blessed day, man. Hey, really hammy. It's a shirt of ham from Ghana. Voordat je weggaat, toch? Kijk deze. Je zegt toch, ding is het toch? Kijk, hier staat Revelation chapter 1, verse 7. Behold, he come with clouds, and every eye shall see him, and they also which pierced him. Weet je wat dat betekent? Behold, he come with clouds. He come with clouds, and every eye shall see him, and they also that pierced him. And all kingdoms of the earth shall wail because of him. Zijn jullie elke week hier? Ja. Met kwartier. Ja? Zaterdag. Tussen 12 uur en meestal komen we na 1 uur zo. En dan blijven we totdat het een beetje dicht is. Want het boek zegt, je moet op de straten komen. En niet in kerken willen ten eerste. We moeten naar die mensen gaan van onze nation die het woord luisteren. En dat staat in de scripture. My sheep shall hear my voice. Jij bent dan de sheep, niet waar? Kijk. Dit is wat Jezus gaat doen. This is the book of Luke chapter 12 verse 49. I am come to send fire on the earth, and what will I if it be already kindled? Weet je wat dat is? Dat is, what will I if it be already kindled? Omdat het be already kindled. Dat betekent, omdat in die tijd dan de World War 3 er al is. En die spaceships, dat komt de Lord in. Hij komt in een spaceship. Dat leren ze je ook niet in de Bijbel. Wat? Wil je lachen? Moet ik het voor je pakken? Ja, ik geloof dat hij ervan doet. Wat komt in een spaceship? Ik kan je evangelie niet vertegenwoordigen. Ik kan je evangelie niet vertegenwoordigen. Ik kan je evangelie niet vertegenwoordigen. Ik kan je Wat de Bijbel zegt, hij zal als een wolf komen. Kijk, wat hij in deze zin. Nee, maar weet je wat de grap is? Dat maakt toch niet uit of je
in de ruimte komen? Jawel, zodat onze mensen het weten. Kijk, we moeten hier onze mensen die knowledge geven. Heb je die film gezien, Alien vs. Predator? Alien komt op en toe kan hij toch scannen. Was er toch iets mis met zijn hart? Zo gaan de angels komen, wanneer ze ons komen, killen hier zo op de aarde. Dan gaan ze komen en dan gaan ze checken zo, ken jij de truth? Als je die seal of knowledge in je hebt, dan gaat hij je niet killen. Maar als je de seal hebt van de 666, hierzo of hierzo, killt hij je sowieso. En als je de seal hebt, dat je niet de seal, niet de seal, maar de seal, dat je niet in het, niet in het woord gelooft, je hoeft ons niet te geloven. Dus je moet zeggen, je moet alles van de script kennen. Nee, je moet de knowledge hebben, je moet de seal hebben van wat de prophets je verteld hebben. Maar anyway, die scriptje wat je zegt, I come to bring not peace. But war between mother and dergelijke. Niet alleen tegen moorden en zo, tegen rassen ook. Hoe kan het leven? Ja. I am come to send fire on the earth. And what will I if it be already kindled? But I have a baptism to be baptized with. And how am I strengthened till it be accomplished? Suppose ye that I am come to give peace on earth. I tell you, nay, but rather division. Kijk, en dan heb ik deze scriptje voor je. Psalms 174. Verse 19. He showeth his word unto Jacob, his statutes and his judgment unto Israel. He had not dealt so with any other nation. And as for his judgment, they have not known him. Praise ye the Lord. Dat betekent ook, hij komt niet voor iedereen. I got a little precept for that man. Hij komt voor, heb je gehoord? Kijk, wij proberen niet tegen je te vechten. Wij proberen een spiritual vecht te worden. Maar die grap is, hij komt niet voor iedereen, want dan moet weer lezen. Psalms 147, verse 19. He showeth his word unto Jacob. This is the Jacob. Jacob is this, the father of the Israelites. Then, his statutes and his judgment unto Israel. Okay? He hath not dealt so with any other nation. With any nation. And as for his judgment, they have not known him. En dan heb ik die scriptjes van die wolk voordat je weggaat. Zodat je kan zien dat de wolken, de spaceships, ja, ik heb aliens, Psalms 104 en 3. Kijk, Psalms 104 en 3, ja. Kijk, dit is wat die spaceship, want dan ga ik je nu lezen. Kijk, je moet zo lezen. Precept of precept, ja. Line up online. Geef me die voor jou. Hey guys, ik ga vaker komen man. Volgende week ben ik in Duitsland, ik kom die week daarna. Als je volgende keer hier komt, zorg dat je jezelf verdedigt met de Bijbel. Okay? We don't need to defend ourselves, Jesus defend ourselves. I don't need to defend myself. In de Bijbel staat, Jesus, je moet jezelf defenden. I don't need to defend myself. The only thing I need to do is preach the gospel and tell people that Jesus is God. What's your new boss? Hey, listen, bro. Volgens de Bijbel moet je verdedigen. What you need, bro? That's a typically bitch, man. Hey, what you need, bro? And listen to this, man. This is 2 John, chapter 2, verse, chapter 1, verse 2. What a mercy, my God. Maar, wacht even, die Bijbel staat even open. Nee, ik ga niet horen. Ecclesiasticus chapter 7 verse 7. Surely oppression maketh a wise man. Wij zijn wijs. Waarom? Wij kennen de, wij hebben de knowledge hierzo die onze mensen niet weten. Hey, we gaan eens nog even. Ja, ga mij niet vertellen wat er gebeurt. Ga maar even 21. Weet je wat er gebeurt? Jullie gaan ons niet vertellen wat er gebeurt. Zelfbeheersing. Luister even. Van de geest. Zelfcontrol. Ja, dat is de geest. Wat is de geest? De geest, de heilige geest van God. De heilige geest van God. Dat is de geest die Jezus heeft achtergelaten toen hij naar hemel ging. Give me John chapter 6 verse 6. Oké. Ik heb gewoon een antwoord erop. Oké, mag ik even wachten in de Bijbel? Geef je Bijbel? Kijk even. Kennen jullie de profetie van 2 Joel 28? Joel 2 met 28. John 360. Yeah. Wow. 6-7. John 6-7. Hey guys, we gaan maar. Ik sta nog hier echt, nog maar uit liefde. This is the book of John, chapter 6, verse 63. It is the spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you,
They are the spirit, and they are life. So the spirit is the word. What you're saying is wrong again. Maar de Bijbel zegt dat Jezus wegging. Lees Matthäus, einde van Matthäus. Jezus ging weg en hij liet wat achter? De Heilige Geest. De Heilige Geest is het boek. Geloven jullie in de Heilige Geest? Dit is dus jij moet zeggen, als je de Bijbel thuis laat, heb je de Heilige Geest niet bij je. Als je het verstaat. Jij hebt het sowieso niet bij. Ik heb je al gezegd. Man the fuck up! Daarom word jij boos. Met je bitch ass. Jesus loves you, man. Man the fuck up! Dit is die christelijke. My God have mercy! Hey. For real, you can't get angry. We zijn het licht van de wereld, man. Galaten 5 vers 21, vruchten van de geest. Oh my God. Guys, I love you guys. Hey, last description. Okay. My God, hey. Guys, the most guys going to destroy you. Vader gaat jou vernietigen. Yeah, you believe that? I believe that he give you a change. I believe that he give you a change. Throw some beer on your face, man. Bitch ass nigga. I know you're black ass. Bitch ass nigga. Yo, people that are watching. Yeah. You are watching Jesus loves you. You like a flower, man. We love you too. Hey, you know, how is your father is a black man? God, yeah. On this earth and he loves you. From Turin, he loves you. Hey, no. Hey, listen. But he loves you. Guys, I'm not judging you. God loves you. Psalms 104 and 3. Who laid the beams of his chambers in the waters, who maketh the clouds his chariot, who walk it upon the wings of the wind. The clouds are his cherries. Maar dit, kijk, dit... Ik, I don't know. Want de Bijbel praat niet over ruimteschepen. I don't know. Misschien heb je gelijk. De Bijbel praat... Hoe bedoel je de Bijbel praat? That's where you don't know. You just say you don't know. You just say you don't know. Brother, de Bijbel praat speaking about spaceships. You see, they taught you. Maar listen. That's what I'm trying to say. If Jesus comes on a horse, on a spaceship, on a candy bar, I'm still going to heaven. And you know. But still you can't. Because the Most High is not dealing with you, man. They give me a man. People get healed wherever we go. Let your bed grow. Read the Bible and cut off your head, man. Can I say this, man? This is the book of Psalms, chapter 50, verse 16. But unto the wicked, the Most High said, what hast thou to do to declare my statutes? Or that thou shouldest take my covenant in thy mouth. This is so am I wicked? Praat jullie? Wat praat jullie met je bek? I am wicked. This is for the white man. Wat praat je met je bek? Geloof jezelf dat God je hebt nog geen één scriptje naar buiten gebracht. Maar geloof jij zelf dat God zal geven? Yeah, God loves you, so he say fuck you. God gaat jou doen. My God. But he loves that people. I hope too. I hope that God will touch you first. And not on my mind, not on my power, but by the Holy Spirit. I hope that God will touch you. I will pray for you. This is Ecclesiastes chapter 5 verse 1. You know, keep thy foot when life. Thou goest to the house of the Most High. And be more ready to hear than to give the sacrifice of fools. You know, for they consider not that they do evil. Guys, bitch ass. You're a bitch ass. I love you. Guys, ik hou niet van oordelen. Maar guys, jullie staan hier om het goed. This is Revelation chapter 2 verse 9. I know thy works and tribulations and poverty. But thou art rich, and I know the blasphemy of them which say they are Jews and are not, but are the synagogue of Satan. This is Revelation chapter 2 verse 9. I know thy works and tribulation and poverty, but thou art rich, and I know the blasphemy of them which say they are Jews and are not, amen, but are the synagogue of Satan. Dat betekent, die mensen die zichzelf nu Joden noemen. De mensen die nu het woord verkondigen, maar niet lief hebben, die niet kunnen vergeven, die denken dat Jesus was. De mensen die zichzelf nu Joden noemen, die is één scriptje dat nu naar buiten gaat. Weet je met wie Jezus meedacht? Jezus die was op aarde de enige mensen die was op aarde people like you. This is the book of 2 John chapter 1 verse 2. For the truth sake which dwelt in us and shall be with us forever. Je mag de hele Bijbel met je bitch ass. Met je bitch ass. Met je bitch ass. Love yourself. You love me as yourself. Bitch ass nigger. Bitch ass nigger. Bitch ass nigger.
Love God. Love the neighbor as yourself. There are none more important than these two. Love God and love your neighbor. Love your neighbor. Neighbor is everybody's neighbor. Who's the neighbor? Everybody. I'm your neighbor. Your neighbor is your neighbor. And those that do the will. Guys, we're going. Maybe I'll see you next week. I love you guys. Bye. God really loves you. My name is God. Pray for me. Fuck out. Yes. Hey, yo, God loves you and you have plans. Open the eye to the brook. That is what you're moving. Whatever. God, open the eye. Come on.